Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel wisselend bewolkt boven Nederland, maar in de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het zuiden steeds meer plaatsen, steeds meer toenemen. En later op de avond kan er ook wat lichte regen gaan vallen. Vanochtend dus her en der af en toe wat zonneschijn, maar ook plaatsen met bewolking en de temperatuur ligt zo tussen 1 en 4 graden. De zuidoostenwind die is matig tot aan zee vrij krachtig. Vanmiddag zijn er dan ook nog perioden met zon, maar ook nog steeds die wolkenvelden. En de temperatuur loopt op naar zo'n 6 tot 9 graden. En de wind blijft zuidelijk en matig tot vrij krachtig. Vanavond is het dan op sommige plaatsen bewolkt. En enkel plaatsen klaart het op. En lokaal op de plaatsen met dikke bewolking kan een spatje regen vallen. En ook morgen blijft die kans op een spat regen. En dan met name in het noorden van het land. Het wordt een graadje minder zacht dan vandaag met 6 of 7 graden. En de wind die blijft matig uit zuidwestelijke richting. De komende dagen dan is het wisselvallig. Met name op maandag en dinsdag veel wolken en een periode met regen, soms lichte regen. Woensdag valt er minder regen en komt ook af en toe de zon erbij. Op alle dagen blijft het zacht, met op dinsdag en woensdag op veel plaatsen dubbele cijfers. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.